Kim. Waar zijn we bijna? We zijn bijna bij Jumping Zwolle. We zijn aangekomen bij Zwolle. En ja, ik heb er weer zin in. En het belangrijkste van heel de dag, Jeroen Dubbeldam komt springen. Woehoe. Het is een klein beetje donkerder dan buiten, maar dat geeft niet. We zijn nu al bezig met springen en ik ben onderweg naar de Go Social stand. Dat hoor je waarschijnlijk altijd al bij het beetje zijn. En hier is onze hele mooie stand. We hebben gisteren ook al een meet and greet gegeven. Hier, ja, nou, ik heb weer zin. Nu komt hij hierheen. Zie je, elke keer toch die hoefjes nog even. Grappig. Gezellig. Ik heb even gezwaaid. En even live. Oh, hij loopt niet meer door. Maar... Kijk. We zijn bij Mandé live. Hun hebben koffie. Ik heb thee. De rest van de crew van Hart voor Paarden die is aan het eten. Dus daar hebben we ook niet zoveel aan. We hebben snoep, een koek van Kim. En ja, we hebben van alles en nog wat en we hebben touw. Nou, ik moest in mijn eentje filmen tot mijn day en Joyce iets anders aan het doen zijn. We zijn de touw al terug maken. Madee en ik hebben dezelfde maat. We hebben 5 meter los touw. We hebben deze kantjes. Ja, ik zal wel zo ook weer zien. Nou, die hebben we een beetje tot een beetje warm gemaakt en dan ja. We gaan nu verder, hoop ik. We zijn nog een beetje aan. We hebben net een meet-and-greet gehad. We waren heel veel. We hadden heel veel fans. Het was nou heel erg leuk. Het is vandaag, welke dag? Het is vandaag woensdag. Vandaag komt Zaressa, Danielle van Mierlo en natuurlijk Kim's paardenwereld. Nou ja, die hoort ook bij ons, dus Hart voor Paarden. En mijn moeder vindt dat ik niet te genieten ben en dat ik dat moet zeggen. En dat, ja, dat mijn moeder het niet meer trekt. Je bent gewoon heel erg lastig. Ik altijd echt, wel. Nee. Je blijft maar roepen hoe zenuwachtig je bent en dat je er zoveel zin in hebt. En de hele tijd wil je allemaal dingen die helemaal niet kunnen. Ja, dat is. Wat gaan we nu doen? We gaan nu naar de meisje toe. We gaan de paard op de wei zetten. Ja. En ja. Ik heb er zin in. Zo, ik heb Tess heel, veel zonnetje. Ik heb Tess heel veel te doen gegeven. Alle YouTubers zijn onderweg. Dus dan is het handig om Tess een beetje aan het werk te zetten. Want anders word ik helemaal gek. Maar voor de rest gaat het eigenlijk wel goed hoor. Dus Danielle komt er zo meteen aan. Dan gaan we Saressa even van het station halen. En dan gaan wij aan de slag. Kijk dan, uberschattig dit. Dat is gewoon lief. Ik ga maar even verwachten. Oké, dit vind ik zelfs soort spannend. Kijk, die Bonnie springen, jongens. Wauw, je kan in de B starten. Soms, dan ineens... is het lek boven. En dan springen ze dus gewoon 70 centimeter. Het is donderdagochtend en jawel, ze zijn er nog. Ja, ze hebben geslapen. Kijk. Ze maakt heel veel herrie, oh, daar komt ze. Maar ze hebben dus bij ons geslapen. Wat vrij hilarisch was en waar Saressa in ieder geval allerlei beelden van heeft. Ik wat minder. Ik denk veel meer in pyjama's misschien niet. Maar dat doen ze gewoon. Wij niet. Maar we zijn nu bij... Geeft niks. We zijn nu bij de Applejack. En wij gaan een video opnemen voor Montar. Dus dat is heel erg gaaf. En
Ja, dat gaan we maar doen en daar zie je later dan een dus video Montar, over. Wij helpen hier aan mee. Je kan ons mailen. based on a true story, Montar. Oké, we gaan een video opnemen. Die heeft hele andere kleuren. Ja, hoe komt dat? Hier hebben we de Mark 2, hè? Nou, ze zijn aan het discussiëren over onze camera. Kijk, die heb ik even snel klaargezet. We hebben allemaal make-upjes. We gaan een make-up video opnemen. Zo mijn babylips collectie. Ja, ik heb er heel veel. Hier liggen de spullen van. We hebben allemaal een spiegeltje. Kijk, wacht. Hier is die van mij, maar die is omgevallen. Hi. Daar zijn ze aan het. Ja. We hebben ook zo'n hele grote lamp. Tot die beauty. Wij doen met teksten. Dit moet het ongeveer worden. Nee, maar dat hebben wij ook niet. Maar we gaan het gewoon dwars doorheen. Ja, dat was echt. Waar werken we naartoe? Oké, weet je wat? En we gaan de video van Montar opnemen. Een unboxing, maar daar maken we dus iets grappigs van. Kijk, wacht. Nee, er staat niet hier. Er staat daar. Maar de shoes te ver lopen. Nee, laat het dan gewoon staan. We moeten maar mee uit. Schat, we moeten mee. Zo. Rennen hoeft niet, je komt gewoon aan. Zal ik ook even kijken? Hij draait en misschien kunnen jullie dan beginnen zoals beauty bloggers beginnen. Komt helemaal goed. Oké. Okay. Ja? Hoi en leuk dat je kijkt. Ik moet wel meedoen. Oké, zal ik beginnen dan anders? Ja, is goed. Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben vandaag met Tessa en Maartje. En we gaan. Zo, we hebben make-up dingen opgenomen. We gaan nu verder met Montar. Mij zie je het ook wel een beetje. Kijk, zij alvast aan het kijken van wat voor Montar. Kijk, waar had ik nou mijn tas? Oh, die heb ik alleen hoors. Maar zo hebben ook nog is wat meer voor mij. Ik ben gewoon van die vestjes. Zeg dit even als ik iets moet doen. Nou, ze zijn even helemaal in de Montar. Dus ik ga weer even naar make-up toe. Zoals jullie zagen, nou misschien hebben we gezien, heb ik een hele babylips collectie. Ja, hoor. Zo. Staat ook weer. En dat is wel cool. Kijk dan. Maar we gaan nu naar Montar toe, want dat is echt de bedoeling. Volgens mij moet ik dingen gaan passen. Zo, aan de andere kant. Precies waar je staat. Wat goed van jou, Nienke. Jij snapt het al. Jij bent een echte YouTuber, hè? Maar waarom is Nienke een echte YouTuber? Deze doe ik alvast hier, want die wil ik zo aan. Hallo? Ik weet dat ik een paar keer heb gezegd. Ik ga naar Montar zo. Nou, ik mag er niet naar kijken. Want we moeten weer verrast zijn. Stiekem heb ik al gekeken, want weet je hoe leuk Montar is? Gewoon heel leuk. Oh, dan gaan we gewoon bij de dekjes kijken. Deze is best cool. Allemaal roze. Weet je wat altijd een nadeel is bij ponies? Ponies die passen niet zoveel. Dus er zijn wel dekjes, alleen is het dan maar de vraag of het past. We gaan een shoplog maken. We gaan een shoplog maken. Van mijn kleding passen. Ja! Yes! Zo, de shoplog zit erop. Christine helpt nog even met opruimen. De meisjes zijn zich weer in hun gewone kleding aan het hijsen. En dan mogen we zo naar huis. Ja, ja. Oké, we zijn klaar met de Montar dingen. En ja, dan heb jij alles. Heel erg bedankt, Apple Jack. Want wij hebben nu hier echt plezier gehad. Dat wil je gewoon weten. Oké. Ik weet niet of jullie het al hebben gezien. Dit kwam er vandaag achter. Maar Daan, Daniel of Mirlo, die hangt in de Applejack. Hallo Daan. Oké, we zitten nog geen 2 seconden in de auto. En waar zijn we? We zijn bij de McDonald's. Dus daar zijn we heel blij mee. Ja. We zijn bij de McDonald's. Ik vind het alleen altijd een beetje lang voordat we klaar zijn. Kijk. Zie je, daar staan ze.
En wat zit ik hier te doen? Een tafeltje bezitten. Natuurlijk, waarom niet? En mensen kijken maar raar aan, dus ik stop maar. Volgens mij een half uurtje, een uurtje later. We zitten vol. Ik heb geen bruidje. 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 Ik heb geen